Deze ambulance moet de aandacht gaan trekken voor deze auto's. Het zijn zogenaamde zorgheldenauto's. Wil Scherff van dit autobedrijf uit Giessen sluit zich aan bij deze actie. Auto's die bedoeld zijn voor de zorghelden met vervoersproblemen. Gepensioneerde verpleegkundigen die zonder mobiliteit zitten. Mensen die nou ergens anders geplaatst worden op een ander ziekenhuis ver bij het huis vandaan. Die met vervoersproblemen zitten. Mensen die openbaar vervoersproblemen hebben. Puur in de zorg. Ja, die willen we gaan helpen. En, ik heb zelf in een landelijke actie heb ik het gezien. En ja, ik werd daar heel enthousiast van. We hebben zelf helaas in mijn directe omgeving er ook mee te maken. En ja, dat zet je gewoon aan denken. En ik denk dat heel veel ondernemers er nu mee bezig zijn van joh, kunnen we ons steentje bijdragen, ook al is het maar een klein steentje. De auto's worden van stickers voorzien en kunnen aangevraagd worden via een website. De ambulance is ook bestickerd, maar is alleen voor de aandacht. Dat is natuurlijk een klein beetje om de boel wakker te schudden. Want we willen zoveel mogelijk daarmee naar buiten komen om autobedrijven, verhuurbedrijven, leasebedrijven, om die gewoon echt wakker te maken. Van jongens, draag allemaal een steentje bij. En dan kunnen we, want het is nu zo dat de vraag is eigenlijk wel groter dan het aanbod. In plekken waar de actie ook al is opgezet, is er veel vraag. In het westen en in de Randstad hebben ze het al opgestart. Er zijn al meer dan, ik geloof, 800 aanvragen. En er zijn iets van 600 zoveel toezeggingen. Dus dat loopt heel fors. Alleen je ziet constant eigenlijk wel de tendens dat het aanbod net iets kleiner is als de vraag. Om te zorgen dat de auto's bij echte zorghelden terechtkomen, moet men in bezit zijn van een BIG-nummer, een rijbewijs en mag men geen auto bezitten. En dan hoeft men in principe alleen tanken. Ja, verder wordt de belasting, verzekering, alles wordt geregeld. In principe komt de aanvraag binnen via die centrale site. En wij gaan ze onderverdelen naar autobedrijven toe. Dus wij gaan gewoon die aanvragen doorsturen naar autobedrijven die er eigenlijk op hebben gegeven. En nou ja, goed, dan kunnen ze kijken of dat de mensen aan de criteria voldoen. En nou is het eigenlijk de zaak dat als mensen zo'n auto zien rijden om eventjes extra te toetretten te zwaaien? Bijvoorbeeld, natuurlijk. Er moet alles uit de kast om zo snel mogelijk door deze tijd in te komen op een positieve manier. Ja.